Over honderden kilometers is er schade aan huizen en bomen en zitten mensen zonder stroom. Al van voor de cycloon was er chaos op de wegen. It turned into a category 5 overnight. I woke up at 5:30 in the morning and heard it was a category 5 and I said I'm going. So I ran and got my girls and jumped in the car and headed to Mackay. De kinderen zelf brengen dan weer huisdieren in veiligheid. Hele families met huisdieren konden vanmorgen niet meer terug naar huis, want de cycloon had heel wat wegen onder water gezet. En op de luchthavens in de streek wachten mensen op een vlucht om het thuisfront te gaan bijspringen. We are heading there as soon as we can to make sure everything is okay and everything's built properly and everything like that and just help them with the rebuilding. Maar de Queenslanders blijven dapper. There's no casualties, no deaths. That's all that we care about. Het overstromingswater in Queensland is nog niet helemaal weggetrokken of er is weer al een pak water bijgekomen door de cycloon de voorbije nacht. En daardoor zitten heel veel mensen vast op de weg en kan het misschien wel dagen duren voor ze in hun eigen woonplaats de schade kunnen opmeten. Chris Borggraven voor het nieuws in Noord-Queensland.